Net als zoveel Amsterdammers keek het slachtoffer gisteravond voetbal, zo meldt een getuige AT5. Hij deed dat in een café en vertrekt niet lang na de wedstrijd naar zijn huis in de flat Kruidberg. In de portiek van die flat wordt hij om ongeveer 23:30 meerdere keren beschoten. Ja, ik vind het wel erg. Hij woont hier in de flat met zijn moeder. Ik hoorde de sirene, ik zie lintjes, ik denk ja. Hulpdiensten proberen de 35-jarige man nog te reanimeren, maar dat mag niet baten. Hij overlijdt ter plekke. Ik ken hem altijd gedag zeggen. Ik heb hem vanmiddag nog gezien. Hij zat een patatje te eten. Hij zegt altijd gedag tegen me. Getuigen zien na de schietpartij een man wegrennen in de richting van de flat Kleiburg. Dat zou de dader kunnen zijn en we hebben een signalement van die man. En dat gaat om een man van ongeveer 1,80 meter lang, met een dun postuur, dat is opvallend. En hij had lange dreadlocks, dat is ook opvallend. Een donkere huidskleur en hij droeg een hoodie met een pet. Dus wij hopen natuurlijk dat mensen sowieso kunnen vertellen wie dit mogelijk geweest kan zijn. Of anders kunnen vertellen waar die verder naartoe is gevlucht. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar na een uitgebreid onderzoek in de buurt wordt wel een weggegooide jas bij een afvalcontainer gevonden. Wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar mensen die ons meer kunnen vertellen over wat er is gebeurd. We zijn ook altijd op zoek naar camerabeelden. Als er nou mensen zijn die camerabeelden hebben of weten waar wij mogelijk ook camerabeelden kunnen opvragen, laat ons dat dan weten. Want mogelijk dat bijvoorbeeld die dader daar weer op staat.